Ik zit hier met HTB. Ze hebben net een set van 2,5 uur gedaan in de basement. Volgens mij ging het helemaal los. Wout, jouw eerste reactie? Ja, ongelooflijk wat toch met zo'n publiek als hier, hè, om door Nijverhout toch te bereiken valt met onze toch wel rauwe en sexy muziek. Rauwe en sexy muziek. Edwin, wat is dat? Nou, dat heb je vanavond kunnen horen. Dat is een klein zaaltje, maar het dampte er vanaf. En de vrouwen? Insgelijks. Het dampte er vanaf? Het dampte er vanaf. En jullie draaien wel vaker met z'n tweeën. Jullie draaien al een paar jaar met z'n tweeën. En is altijd die rauwe sexy shit met z'n tweeën? Nou nee, dat is eigenlijk meer de laatste jaren. We groeien natuurlijk wel een beetje met de muziek mee. En onze inspiratie doen we op in het buitenland. Maar goed, we zijn ooit begonnen denk ik in de trance en hardstyle. In de hardcore tijd zelfs. Je komt zo door de house heen. En uiteindelijk brand je in deze lekkere tech house waar we nu in zijn beland. Dus eigenlijk was dit de perfecte set voor Tinderlove Festival? Wij vinden van wel, absoluut. Absoluut. En volgend jaar, Edwin, volgend jaar ben je weer bij Tinderlove? Wij zijn van de partij, zolang onze visual man Arthur het ook is. Helemaal goed, want jullie hadden speciale visuals. Ja, zeker. Hoe reageerde het publiek? Ja, uitzinnig. Verrast. Ja. Verrast? Ja, nee, heel verrast. Helemaal goed. HTB, Takeover. Vanavond hadden zij een speciale set voor Tinderlove Festival. Volgens mij was het een en al liefde in de basement. Het klinkt een beetje guur misschien, maar het ging helemaal los daar. Dankjewel jongens. Alsjeblieft. Dat is geweldig.